Ik zit hier bij Nobody Beats the Drum. Goedenavond, heren. En goedenavond. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. Hoe zien jullie vrijheid? Hoe zien wij vrijheid? De grote jaarlijkse vraag is dat, hè? dat is hem, ja. Nou, bijvoorbeeld gewoon zonder pitjes eten tijdens een interview. Een beetje in Zwolle rijden op een zondagmiddag. Voelt ook best vrij. Beetje spelen, s'avonds. Ook dat. Kleren aan hebben. De keuze van kleren die je aan mag doen. Dat je gewoon kleren aan hebt. Vind ik vet. Voel je niet vrijer zonder kleren? Nee, naakt voel ik me zonder kleren. Ja? Ja. Maar niet vrij per se. Reizen, dat is ook, voel ik me ook heel vrij door altijd. Fietsen. Veel mensen denken dat je vrijer bent zonder kleren aan. Maar fietstas is niet. Fietstassen is ook vrijheid. Nu is de grote vraag van, of thema van dit jaar is dan vrijheid spreek je af. Hoe zie je vrijheid zonder afspraken? Chaos. Anarchie. Dat is het ding, hè, met vrijheid. Dat je gewoon, zeg maar, complete vrijheid, dat kan je niet eens voorstellen wat dat is. Dus je moet wel een klein beetje... En het is eigenlijk ook maar voor één persoon, kan dat. Ja. Want op een gegeven moment ga je daarmee in de andere zijn vakje zitten. Ja, precies. Maar stel als nou het dat moord ik... legaal was, bijvoorbeeld. Ja, precies. Stel nou dat ik met jou vrijheid afspreek. Hoe klinkt dat dan? Nou, bijvoorbeeld... Jij mag kleren aan, maar dan mag jij dat niet. Je bent vrij om te gaan overal waar je wil, in het huis. Maar als ik op de wc zit, heb ik liever niet dat je daar naar binnen komt. En dan zeg ik, maar dan moet je wel met de deur dicht kakken. Ja, precies. Nou, dan hebben we best wel een soort agreement over... Maar is het dan nog wel vrij? Want jij kan niet meer met de deur open kakken. Nee, en jij kan die wc niet in. Nee, precies. En dat wil ik het liefst naast jou staan. Maar dat is dus het moeilijk. Van ultieme vrijheid, dat kan niet. Dan moet je moet grenzen dus eraan stellen. Eigenlijk concluderen we vandaag, op 5 mei, bevrijdingsdag, dat vrijheid niet bestaat. Jawel, maar altijd binnen een bepaalde... Marge. Maar ultieme is toch geen vrijheid meer. Ultieme vrijheid, dat is een bepaalde. Hoe heet dat ook alweer? Utopie. Ja, maar als je. Van die mensen die alleen maar leven voor hun eigen genot. Hedonisme. Ja. Dat, als je een soort van. Een hedonist bent, maar dan met alles. Zeg maar voor je eigen. Dus als jij geniet van. Messen in iemand steken en zo. Ik bedoel, dat is dan jouw vrijheid, maar dat is wel zeer beperkend voor andermans vrijheid. Nou ja, je hangt dus, vanaf wie het is. Is dat, als je dat leuk vindt, verdien je dan eigenlijk wel vrijheid? Nou nee, dat is het probleem. Dat soort mensen moet je dus een beetje inkaderen, afkaderen. En om, fietstassen? Optioneel. Die houden je handen wel vrijer tijdens het fietsen. Bijvoorbeeld. Als je boodschappen hebt gedaan. Dus, geen rugzak om, niks. Nee. Het is, ik vind het altijd een minder vrij gevoel qua fietsen, omdat het toch een beetje zit daar maar. Maar zodra ze vol zijn en hun dienst bewijzen, op dat moment ben jij vrij om te doen wat je anders misschien wel niet zou kunnen doen. Komen we eigenlijk weer uit op de eerste stelling dat vrijheid en hedonisme eigenlijk hand in hand gaan? Nee, daar zijn er gewoon twee dingen door elkaar. Want, Ja. Maar wel voor een enkeling weggelegd die dat hedonisme toepast. En niet voor degene die hij beïnvloedt in zijn omgeving. Die berooft hij of die... Gaat vrijheid altijd ten koste van iemand anders? Gaat vrijheid... Nee, niet als je goede afspraken maakt. Maar wat je net zei, want je wil iemand heel graag neersteken, maar dat kan dan niet. Nee. Dat is niet kan vrij. Wel. Nee, dus het is een beperking. Dus gaat vrijheid ten koste... In dat geval gaat het ten koste van die andere persoon. Nou, precies, maar gaat het altijd ten koste van een andere persoon? Nee. Als ik vrij voel om daar een dansje te doen, op dat terrein, waar verder op dit moment niemand staat. Nou, zou jij je dan, kunnen die auto's er niet langs?
wel ze stilstaan. Ik bedoel, of wel ze... Nee, daar kunnen ze er ook niet langs. Maar nee, niemand heeft er last van. Het gaat niet ten koste van iemand. Maar tot het moment dat er een auto komt en ik hou hem tegen. En ik besluit daar te blijven dansen. En ondertussen heb je wel kleren aan. En die zijn wel door iemand gemaakt. En die is misschien helemaal niet vrij. Misschien is het wel een slaaf. Ja, maar ik had bewuster kunnen zijn van de kleren die ik aan had. Als mensen het nou leuk vinden om een slaaf te zijn, bijvoorbeeld seksslaven, ja. Is het dan zo? Meestal binnen een bepaalde marge. Ja, zeker. Als jij zegt ik vind het leuk, dus ik doe het. Maar daar zitten dan wel weer afspraken aan. Ja, je liet ons... Je mag afspraken. Je mag ons... Er zitten wel weer afspraken in, dus dat is een vrijheid die dan weer afgesproken is. Nou, precies. Ja. Jorrie heeft daar iets over te zeggen. Seksslavernij. Daar ging het over, toch? Ja. Maar, de afspraken binnen seksslavernij. Ja. Ze hebben vaak zo'n codewoord dat als je dan zeg maar te hard in iemand tepel knijpt, dan moet je iets roepen en dan stoppen ze. Oklahoma. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje flauw. Wat is dat nou voor slavernij die je gewoon... Zeg maar, ik wil nu niet meer. Maar dat is dus die afgesproken vrijheid. Ja, maar dat vind ik dus eigenlijk wel nep slavernij. Het is eigenlijk een afgesproken... codewoord. Nee, wat is het over tegenovergestelde vrijheid? Dat is een goede vraag. Wat is het tegenovergestelde vrijheid? Ik weet het niet. Ja, maar inderdaad, dat is in een bepaalde situatie. Ja, vrijheid is heel breed. Heel breed. Hebben we daar niet een brede... Conflictsituatie. Nee, dat is... Nee, dat hoeft niet. Nee, daar kan je... In een boksring ontstaat ook een conflict situatie. Maar die is meestal wel uit vrijheid in die boksring gestapt. Ja, maar die hebben wel jarenlang getraind en ze wisten eigenlijk niet waar ze helemaal wat ze precies gingen doen. Maar na die 30e wedstrijd weet je toch wel wat je gaat doen. Dus nou, er nog een keer ja, maar dan worden ze zeg maar geleid door hun eigen ambitie. Dan zijn ze slaaf van hun eigen ambitie om verder te komen als boksen van de roem. Het is geen vrijheid. Slaaf van je eigen ambitie, dat vind ik wel poe. Maar dan zullen wel heel weinig mensen vrij zijn in dat nou, geval. Maar dat is wat ik wil zeggen. Ja. Misschien. Weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen dat ik dat slaaf van je eigen ambitie, Jezus. Er zijn wel... Ik vind dat wel een relatieve prettige vorm van slavernij. Nou, moet ik eens zeggen. Echt? Ja. Ik ben veel liever slaaf van eigen ambitie dan... Aan alcohol? Ja, precies. Slaaf van eigen buik, wou ik zeggen. Maar dat is mij gaat het heel goed hand in hand, die twee. Lastig, hè? Stel je moeilijke vragen. Ik doe er niks aan. Twee vragen gesteld, anderhalf uur diepte interview. Hey, jullie timmeren aardig aan de weg. Komen nog nieuwe albums, nieuwe dingen? Ja, er komt van alles. Maar we zitten wel in een fase van dat we ons vooral dingen aan het maken zijn. Dus je moet nog even wachten. Tof. Wanneer kunnen mensen jullie nog meer zien? Behalve nu, hier. Maar ja, dat is te laat, want je kijkt het filmpje. Ja. Morgen op de fiets in Amsterdam. Ja. Met fietstassen? Ik heb geen fietstassen. Nee? Maar wel kleren aan. Wel kleren aan. Ja. We gaan... Ik herken Sjamaanse kleren aan. Ja. Komende week staan we op Douwpop, geloof ik nog. Ja. En de beschaving later, zomer, zomer... die laatste moet je even af. Die beschaving, oh kut, dat mocht allemaal nog helemaal niet zeggen. Weet ik veel. Oh. Maakt niet uit, vrijheid blijven. Vrijheid blijven, precies. En dus op de fiets in Amsterdam. Nou wel, je moet niet morgen om 12 uur gaan verwachten dat je Sjam op de fiets in Amsterdam zit. Uur of 4 smiddags een keertje. 2, 3 denk ik dat je de kans groter kan. 12 uur. Ja? Ik heb een afspraak met mijn fiets. Ah. 5 en 12. Heeft je wel een beetje ontdaan van je vrijheid morgen qua planning? Ja, ik voel me ook een slaaf van mijn eigen planning. Ja. Hey, ik heb verder geen vragen meer, dus of jullie moeten zeggen van nou, we hebben nog vragen aan elkaar, dat staat leuk op de film. Dit soort dingen kunnen vrij lang duren en ik zie ondertussen dat onze crew al staat uit te laden. Dus ja, misschien dus als wel, we even door kunnen gaan, dan kan het eigenlijk niks staan. We kunnen ook doen alsof we praten, dat maakt niet zoveel uit. Ja, interviewt alle bands hier. Ik doe wel een redelijke poging, ja. Wat was de leukste band die je had geïnterviewd? Tot nu toe Nobody Beats the Drum. Dat is ook het langste interview tot nu toe, hè? Zeker met die 3 vragen die ik had. Voel je je niet gedwongen om dat antwoord te geven? Ja. Nee, ik voel me vrij om antwoorden te geven. Nou, gelukkig. Dubbelzinnig vrij. Ja, ja, ja. Relatief vrij, ja.
Hey, hartstikke bedankt jongens. Ja, dankjewel. 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 Ik vind het makkelijk.